Goedemiddag mensen. Het is vandaag vrijdag 1 december en ik sta geparkeerd. Ik ben net klaar met werken. Ik heb een lange werkdag achter de rug. Ik was vanochtend ook echt moe, maar op een of andere manier had ik toch gewoon energie gekregen. Mijn planning voor vandaag is eigenlijk naar de stad gaan. Ik wou meteen naar werk, maar dit kan niet. Ik kan niet zo de stad in. Ik heb mijn werkkleding aan. Dus ik ben toch maar even naar huis gegaan. Ik ga me denk ik even snel opfrissen, omkleden. En dan even de stad in. Kus! Er is vandaag een feestje in Ahoy. En ik wil daar graag naartoe, maar ik heb niemand om mee te gaan. Dus ik ben aan het overwegen om misschien alleen te gaan. All by myself. Het moet goed komen. Ik zal vast wel mensen tegenkomen. En ik ga daar om te genieten. Zo. Laat me even naar huis gaan. Opfrissen, aankleden. Cause. I look a hot mess. Ah, well, I look cute. Goedemorgen mensen, goedemorgen. Het is inmiddels al de volgende ochtend. Ik ben zo net wakker geworden. En even kijken, waar was ik gisteren gebleven? Ik was gebleven in de auto. Want ik zei dat ik naar de stad zou gaan. Heb ik niet meer gedaan. Want ik kwam thuis aan. Ik had trek. Ik had slaap. En als ik natuurlijk in de avond naar dat feestje zou gaan, ja. Your girl needs some rest. Dus dat is ook wat ik heb gedaan. Ik heb me daarna gedoucht, klaargemaakt. En toen was het zoeken naar een outfit. En op dat moment, je kan zoveel kleren hebben, maar je hebt gewoon geen outfit. Meestal doe ik gewoon wel dingen alleen. Maar ja, een feest is toch wel een feest. En niet gewoon even wat eten, snap je? Maar ik ben genoeg mensen tegengekomen. Gedanst, gelachen, gedronken, geen alcohol. En het was een leuke feest. Na de main set, zeg maar, was het zeg maar de afterparty. En toen was het. Oh, je papilla. Je papilla. Ja, ik zal vast wel een paar videoclips erin gooien. Later op de dag komt mijn nichtje langs. We gaan even gezamenlijk eten. En dan gaan we naar Utrecht. Want we gaan naar Pathé. We gaan de film kijken van Beyoncé. Ik kijk er echt naar uit. Ik ben echt benieuwd ernaar. En we zullen vast wel later een drankje doen of zo. Of ja, even
de stad in. Oké. Nou, goedenavond mensen. Ik krijg helemaal energie van jou. Van mij? Ja. Kijk, als ik mezelf alleen film, natuurlijk ben ik gezellig en zo, maar ik weet niet. Ik krijg gewoon meer energie. Oh, gelukkig. Net als ook bij de douche net. Oh, dat we is kijken dat... elkaar aan en dan gaan we al zo. Nou, gelukkig. We gaan even hakken aandoen. Oh ja. We doen echt zo'n Beyoncé daar ook is. Ik zou, ja, dit heb ik jou al gezegd. Ik zou naar de stad gaan. Oh ja. Weet je, want mijn vlog weet het niet. Ik zou naar de stad gaan. Oh, je vlog weet het niet. Oké. Okay. Ik zou naar de stad gaan. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik dacht van, weet je, het kan gewoon morgen. En het komt eigenlijk beter uit. Want Daniela gaat bij me slapen. Gezellig. En dan kunnen we morgen samen naar de stad. Heb ik gewoon een maatje. Goed verhaal. Ja. Word je echt niet erop? Meisje, ben ik niet genoeg in je vlog? Nee, je ziet er echt mooi uit. Ben ik niet genoeg in de vlog geweest? Ja, jij was wel de superster. Ja. In mijn vlog. Ja, dat weet ik. Maar ja, ik kan niet tegelijk zo switchen. Jou filmen, mij filmen. En ja, jij doet ook geen moeite om mij te filmen. Dat is niet waar. Helemaal wel. Wanneer moest ik je filmen? Toen je aan het autorijden was? Bijvoorbeeld, of als ik nu ga lopen, dan moet je ook mij filmen. Dan zien ze mij. Ja, en hoeveel krijg je betaald? Betaald? Ja. Even kijken, hoe heb ik deze dichtgemaakt? Word je echt niet erop, Daniela? Zo, heel even maar. Maar wil je me zo ja, graag in die vlog? Ja, mensen moeten je zien. Wil je me zo graag in die vlog? Ja. Oh. Oeh. I cannot. Zo. We zijn al klaar. Heb je jas meegenomen? Nee. Zie je? Iedereen, het wordt lid. Iedereen gaat naar Beyoncé. We hebben wel goede plaatsen trouwens. Ja. Oké. Welkom. Welkom. Dit is echt awkward. Oké, mensen. We zijn dus aangekomen bij Pathé. We wachten even op een vriendin van mij en dan kunnen we in principe naar binnen. En genieten van de film. Maar je ziet er zo mooi uit, Daniela. Kijk, dankjewel. Kijk. Heels? Okay. Ik ga ze zelf ook gelijk kopen. In de vorige vlog ben ik al te veel geweest, weet je. Waarom moet ik main character zijn? Ook een keertje Daisy. Nee, maar je bent gewoon heel leuk. Ik krijg energie van jou, je bent grappig. Is het mijn vlog of jou nou? Ik heb echt veel complimentjes gehad. Gisteren ook nog. Van mensen. Van wie? Stop. Chili, cheese, cola, popcorn. Heb je mij ook lekker betaald? Kijk. Oh, je filmt zo. Oh. Mitsubishi. How much money do you want? Oh, well, how much do you have? 1 million. Ik krijg gewoon kippenvel. Aan jou, hè? Aan jou wel. Ja. Ladies and gentlemen, Beyoncé. I love you.
Bij één. Op zoek naar een vrouw die mijn wereld op zijn kop zet. Ik word gelijk mijn leven. Nou, Beyoncé! Beyoncé! Say it's just a mistake, think I'ma give you like that. If you thought I would wait for you, you thought wrong. Woo! We kunnen zo in die... Maar Beyoncé had ons ook gevraagd, maar we konden niet helaas. Daarom had ze een nieuwe gezocht, weet je wel. Ja. Maar bij de volgende tour heb ik ook in contract laten zetten. We gaan wel zingen. Ja. Ja, oké. Okay. Maar ja, maar was we even moeten druk. Even nog oefenen. Dat en wat druk, weet je. En, ja, weet je. So be on the lookout. Oké. Okay. Danila en Daisy. Oké. Okay. De twee D's. Blijf we rustig. We hebben namen nodig. Double D. Ja! Ah! Maakrap, Double D. Wat is die naam? Hey. Double D, oké. Okay. Okay. Hey, Double D. Dat was echt een goede naam. Double D. Mm-hmm. Double D. Want ik zou met niks opkomen. Ja, maar we hebben toch allebei. Ja, allebei D. Hey, hoe werkt dat koude ding? Q, U, N, I, Q, U, N, I. Want waarom? Ik wil ook wat? Ik wil... Hij is nog niet aan volgens mij hoor. Ja, ik wil je auto erop zetten. First. Ja. Wacht, maar jij hebt het connected. N, I, Q, U. Kijk, dit bedoel ik. Moet dat geluid eruit komen of was dat een woudje? It's a little too late for you to... Nee, dat kan je niet weghalen. Dat valt is. It's just a mistake. Ik denk wel dat ik het opnieuw ga kijken hoor. Ergens ik ook. Ik wou net zeggen, ik ga gewoon een keertje weer opnieuw. Want ik was te vaak surprised, weet je. Nu ga ik kijken ja. En ben ik voorbereid. Nu weet ik wat gaat komen. Ja, ik ga filmen en ik ga gewoon... Ik ga nog een keer... Gewoon puur om te kijken en ik ga niks filmen. Nee, maar dan kan je echt genieten. Ja. En horen wat ze echt zeggen en het opnemen en snappen. Maar ze heeft het echt mooi gedaan. Vreselijk. Goed geëdit ook. Want weet je, ik ben nu aan het editen en zo. Oh, nu heb je zeg maar verstand. Ja. Ik ging echt nadenken van hoe... Meisje, dit zijn de beste editors van de wereld. Nee, maar zij is ook involved in dat, hè? Ja, zij is wel echt perfectionistisch. En weet je, als jij elke concert hebt gefilmd, weet je hoeveel materiaal je hebt? Ja. Ik zou echt niet de keuze kunnen maken. Ik kan wel de keuze maken, maar die keuze gaat... Er zijn gewoon zoveel momenten dat je gewoon denkt van, oké, dit wil ik erin. En dan zie je iets en denk je, nee, dit wil ik ook. Zo, deze oorbellen zijn echt mooi, Danila. Ja, ze maken het zo... Classy. Elegant. Echt, hè? Like, don't play with her. Don't play with me. She will cut you. Apart. Danila, die wil ik niet. Oh. Maar je zegt ze... Ik zeg gewoon, dat wil ik niet. Ja, dat zei je niet. Dat is verspilling. Als je dat wil. Nee, ik ga er. Dus zij komt in mijn huis. Ik geef jou goede service. Ik maak eten voor haar klaar. Ik zet eten voor maar haar. Kijk in welke beker ze drinken voor me wil zetten. Maar dat doe je voor je gasten, toch? Maar ik vraag drie keer, is dat jouw beker ja of nee? Als je nee, jij hebt mijn beker gepakt. Zet mij hier voor jou. Ja. Maar in die zit ook. En die zit ook dubbel fris. Ja, dat wil ik. Hè? Nee. Jawel. Net als wat je niet wil. Stop met liegen. Wat wil ik drinken dan aan wij? Aan zijn. Meisje. Carol, my family, by my side. Mm-hmm.
Jullie eten niet goed. Mijn moeder kan echt een restaurant openen. Echt waar. Ik had nog wekker gezet om 9 of 10 uur of zo. Daarna ging die wekker af en dan. Ik heb die wekker niet eens gehoord. Ah, niet zo zien. En toen zei ik nog, hoe laat gaat de stad open? Je zei vanaf 12 uur. Zeg ik, oké, verder slaap weer eens. Oh my god. Wat erg. Ja, met je tante op stad. Want ik ben je tante. Dat, ja, oké, dat hoef je niet te zeggen. Je wil dat niet erkennen. Ik erken het wel, maar ik zeg het niet. Gezellig, met je tante op stad. Ik zeg dat het niet tegen mensen is. Ja, dat weet ik. Ja, dat is niet nodig. Toch? Maar alleen een kabelsfamilie kan dit. Deze videoclip is zo turbulent. We moeten oversteken. Dat ik mijn tanden breek, nee hoor. Oké, is goed. Kom hier. Danila. Doe niet alsof. Kom hier. Gedraag je. Welke zin ook nog? Maar welke wil je hebben? Ik heb koffie nodig. Rood, groen of geel? Wat is lekker met KitKat? Kijk je expres daar verstoppen. Nee, je drinkt niet eens koffie. Ik moet even echt deze doen. Ik weet het echt niet. Geel? Denk geel. Je wil gewoon dat ik weg ga hier. Zeg maar naar koffie kijken. Nee, ik drink echt koffie, hè. Jij drinkt alleen thee? Nee, af en toe drink ik koffie. Op werk wel. Al werk vaak. Voel wel als werk. Het is wel gewoon uitbeeld. Want ze schaamt zich, weet je wel. Maar als ik met jou ben, voel ik me echt op mijn gemak, Danila. Dan kan ik gewoon de hele wereld aan. Lief, hè? Ja. En wie heeft me gehoord? Nee, wat zei je? Wat ik zei, is dat als ik met jou ben, dan voel ik me zo op mijn gemak. Dan kan ik gewoon de wereld gaan. Dan kan ik gewoon filmen alles. En als ik alleen ben, dan doe ik zo stiekem. Dan heb je social anxiety. Ja, weet je? Je hebt het of je hebt het niet. Nee, dat moet je niet zeggen. Oh, sorry. Ik heb het. Je hebt het, maar het komt niet altijd naar buiten. Ja. Oké. Okay. Oh. Sorry, maar ik ga dat niet eten. Nee? Nee. Ik zit in de auto. We zijn dus naar de stad geweest. Uiteindelijk niks gekocht, want het is zo druk. Zo'n zooi. En ja, ik heb gewoon geen geduld voor die shit. We zijn inmiddels weer naar huis gegaan. Ik zit nu in de auto. Ik ben op de nieuwe binnenweg. We gaan even een broodje KitKat halen. En gezamenlijk eten. Dan zal ik vast wel Danila naar huis brengen. En naar huis, ja, gezaam tire boy. Deze mensen, gewoon midden op de weg staan ze stil. Adon Giri. Laat me kijken of ze klaar is. I'm just a real ass bitch. Give a vibe about it. I'm a real ass shit. Oh, kijk aan. Hello girl. Nou, dat was snel. I'm just a real ass bitch. Give a fuck about it. Nou, parkeer staat netjes. Wat?